Oké, laten we even wat dichterbij bekijken naar wat ik nou precies aan het doen ben met een dunpleister. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video van de Startende Stucador. Mijn naam is Bas Jansen en ik ben dan ook de Startende Stucador. Eindelijk gaan we beginnen en we gaan vandaag een filmpje doen over dunpleisteren. Nou ben ik natuurlijk net op vakantie geweest en ik heb een geluk, maar ook gelijk een beetje pech voor het filmpje. Want de andere Stucador die heeft al heel veel voorbereidend werk gedaan. Dus hetgene wat ik niet op video kan vastleggen is het vullen van de naden. En dat is wel jammer, want dat is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel van het dunpleisteren. Want het proces is als volgt. Want je begint met de naden gazen, dan ga je de naden vullen, dan ga je de naden even nog opschuren en dan pas ga je de dunpleister eroverheen zetten. Dus er zijn een aantal stappen uitgevoerd die we vandaag niet op video kunnen vastleggen en dat is jammer. Maar ik kan in ieder geval wel het eindresultaat van het vullen van die naden laten zien. En op dit moment zijn we op de tweede etage, dus ik moet ook de eerste etage nog doen. Er zijn al twee etages klaar. Ik zal ze ook nog even een klein rondje lopen boven om te laten zien wat het eindresultaat is. Dat is misschien wel leuk om te zien, dan heb je een idee. Nu is hij hier zo bezig en zo ziet het eruit op het moment dat we het erop smeren. Maar als het allemaal klaar is, dan zie je ook hoe het geworden is. En dat is natuurlijk wel vet. Dus dat komt zo. Misschien denk je wel bij jezelf, waarom staat dit daar met die handschoentjes? Nou, ik kan je vertellen, het is heel erg koud hier zo. Gelukkig staan de kacheltjes worden vandaag wel aangezet om te testen, dus het zal lekker warm worden. Maar het is een beetje frisjes. En ik ben een koukleun. En hetgene wat ik het ergste vind is koude handen hebben. Dus ik heb lekker mijn handschoentjes aan, hou ik ze lekker warm, kan ik gewoon lekker doorpakken zoals we dat willen. Oké, ik ga eens even lekker smeren. Ik ga jullie laten zien hoe ik dat doe. Het is eigenlijk, het principe is heel simpel. Het is gewoon een dekkende laag aanbrengen op de wand. Het maakt me niet heel erg veel uit of er hier en daar wat streepjes in zitten. En met streepjes bedoel ik dus opstaande randjes, dus op het moment van de hoeken van je mes. Op het moment dat je aanbrengt wil je nog wel eens wat strepen krijgen. Kijk, de muur die wordt nog twee keer geschuurd. Dus een paar streepjes maakt niks uit. Wat je niet wil hebben is groeven. Dus als je bijvoorbeeld viezigheid in je pasta hebt zitten en je trekt het erin, dan krijg je groeven en ja, die kan je niet wegschuren, die zijn te diep. Dus groeven vind ik vervelend, die wil ik niet zien, maar hier en daar een streepje of een klein bobbeltje, maakt niks uit, dat wordt toch weggeschuurd. We gaan niet te erg mieren neuken, want dat is helemaal niet nodig, maar we gaan gewoon lekker smeren. Dus laten we beginnen. Nou, zoals je kan zien, deze wand zit daar op. Je zou misschien denken, hey, hij is niet helemaal wit, hij is niet helemaal egaal wit. Dat maakt niks uit. Dat trekt vanzelf weg tijdens de droging. Hier kan je zien, de wand die ik gisteren gedaan heb, die is nagenoeg droog. Alleen de naden die zijn nog een beetje nat. Maar zoals je ziet, zitten er geen donkerdere vlekken wat je bij de andere wand ziet. Dat is puur omdat die nog nat is en dat trekt echt vanzelf helemaal weg. Ik zal ook even nog een andere kamer laten zien, wat ook al helemaal, deze is helemaal droog. En zoals je ziet ook hier is nagenoeg alle vlekken die zijn weg. En het maakt ook niks uit als er een klein beetje vlekken zitten. We zijn geen schilders, dus het is ook niet het doel van de dunpleister is ook niet dat hij
helemaal wit wordt. Het doel van de dumpleister is dat het een mooie egale ondergrond is, die daarna door de schilder of de spuit of door jezelf mooi geverfd kan worden, zodat je geen oneffenheden ziet. Dat is het doel. Laten we even wat dichterbij bekijken naar wat ik nou precies aan het doen ben met het dunpleisteren. Om te beginnen werk ik gewoon met spakmessen. Je hebt verschillende soorten messen. Je hebt van die speciale dunpleistermessen met een hendel, die kan je zo vasthouden. Die heb ik ook liggen. Ik vind het niet zo lekker werken. Geef mij maar gewoon een spakmes. En in dit geval gebruik ik dus het grootste spakmes wat ik heb. En dan het 0,4 mm blad. Dus niet de 0,7, maar de 0,4 mm blad. Waarom gebruik ik nou de grootste? Ik merkte dat op het moment dat ik die kleine gebruik, die ik eigenlijk altijd gebruik om pleisteren. Weet je wel, met Refinatop. Dat is een wat korter spakmes die ik eigenlijk altijd gebruik daarvoor. Dan trek ik er allemaal strepen in de pasta. En ik wil de pasta toch een beetje dik opzetten. Dekkend, zoals ik al zei. Ik wil dekkend erop hebben. En het lukt niet met een kleiner mes. Met het grote mes lukt het me wel. Dus dan moet je maar gewoon je proces aanpassen, om zo maar te zeggen. En gewoon met het grote mes gaan smeren. Of ik het goed doe, ik heb eigenlijk geen idee. Maakt ook verder niks uit. Het eindresultaat is wat telt en het eindresultaat is goed. Dus ja, ik zal het dus even laten zien. Dus ik neem gewoon een beetje, ik gebruik trouwens ook mijn kleine spakmesje, zoals jullie zagen, in de hoeken. Om er in ieder geval een mooie strakke hoek van te maken. Oké, ik ga dus nu een beetje pasta erop gooien. Nou ja, dat is eigenlijk heel simpel. Hè? Je hebt gewoon een klodder pasta en ik doe zo op mijn mes. Makkelijker kan niet. En dan zie je dat ik hier een naad heb lopen. En die naad, heel fijn dat het al voorgewerkt is, dan hoef ik het zelf natuurlijk niet te doen. Maar die is nu zo goed als egaal met de muur. Dat betekent dat het goed voorbereid is. En toch gebruik ik de pasta. En dat is ook wel weer het voordeel van een groter mes gebruiken. Mocht er hier en daar nog een klein kuiltje zijn, kan ik dat gewoon wegtrekken met mijn mes. Daarom doe ik zowel horizontaal als verticaal trekken. In dit geval gaan we gewoon zo. Kijk, ik zet de pasta erop. Ik hou mijn mes plat. En ik verspreid de pasta gewoon een beetje. Niet te veel, want anders blijft er natuurlijk niks meer over. En we zijn niet, zoals we met Refinatop aan het doen zijn, dat we weer af aan het schrapen. We willen wel echt een kleine hoeveelheid erop laten zitten. Dus het is echt mes plat houden. En als een soort van zeem eroverheen gaan. Lekker zeemen, alsof je raam aan het wassen bent. En zo vullen we gewoon heel die muur. Een paar dingetjes die ik altijd probeer te voorkomen is van die stuiterhobbeltjes, ook wel tijgerstrepen genoemd. Die wil ik voorkomen, ondanks dat ik nog een tweede keer over deze wanden heen ga op een schraapmanier. Dus dan pak ik wel mijn kleinere mes, doe ik een beetje pasta erop, zet ik hem haaks op de muur en trek ik het er weer af, om het zo maar te zeggen, zodat we alle oneffenheden weer opvullen, zoals we dat ook doen met Refinatop. In dit geval doe ik dat niet. Ik ben natuurlijk gewoon een laagje op te zetten, maar ik probeer hem wel zo netjes mogelijk erop te zetten, zodat er niet al te veel gevuld hoeft te worden en ook niet al te veel geschuurd hoeft te worden. Aan het einde van de rit gaan we er nog met een schuurmachine overheen en dan wordt hij helemaal strak. Dus je hoeft hem niet helemaal perfect al neer te zetten. Want je gaat hem toch nog schuren. Schuren moet altijd. Dus je gaat hem toch nog schuren. Het enige verschil is wel, je hebt liever dan dat er een klein hobbeltje op zit, dan een kuiltje. Want een kuiltje is niet echt te schuren. En een hobbeltje wel. Tenzij het een heel klein kuiltje is en dat de rest dik genoeg is dat je het kan egaliseren. Maar je moet er eigenlijk vanuit gaan dat een kuil gewoon opgevuld moet worden en een hobbel eraf geschuurd kan worden. Ik ga even verder met de muur. Tot zo. Ja, ik had dus ook nog beloofd om even te laten zien hoe het eruit ziet nadat de spuiter klaar was. En dat is hier zo. Dit is de vierde etage, dus waar we als eerste zijn begonnen met het dumpleisteren. En ja, je kan zien dat het echt strak is geworden. Hier heb je dan een van de kamers. Ja, je ziet er gewoon helemaal niks meer van. Het ziet er helemaal mooi strak uit. Lekker wit, zoals het hoort. En ja, ik ben erg tevreden over het eindresultaat wat we hier zo behaald hebben. En de spuiter is nu bezig op de derde etage, maar ik zal jullie verder niet vervelen met de rest. Het ziet er gewoon helemaal mooi uit hier. Ja, het is toch ongelooflijk. Zit ik hier zo thuis dat filmpje te monteren, kom ik erachter dat ik geen afsluitend praatje heb opgenomen. Dus ja, dan kan ik het filmpje niet releasen natuurlijk. Dus dan maar even vanuit huis
jullie gedag zeggen en bedanken natuurlijk voor het kijken naar deze video. Wat ik nog wou zeggen, en dat is meer even een reflectie op het dunpleisteren, is als ik het dunpleisteren vergelijk met het normale stukwerk, persoonlijk vind ik dunpleisteren niet heel erg leuk. Ja, de reden waarom ik het niet zo leuk vind is eigenlijk omdat je doet er niet zoveel mee. Het is meer de wand overtrekken, maar je corrigeert niks. Ik zie ook niet de grote transformatie die ik zie als ik normaal stuk. Zeker niet, omdat het natuurlijk ook gewoon allemaal gipsplaten zijn die al relatief netjes eruit zien. Wat je bijvoorbeeld als je aan het berapen bent, ja, dat is kick om te zien, want dan is gewoon een lelijke bakstenenmuur, die wordt gewoon weer helemaal mooi en strak. Oké, maar dat gezegd te hebben, ik vind het niet heel erg leuk om te doen, maar het is wel een hele lekkere klus om te doen. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Maar als ik het vergelijk met bijvoorbeeld wat ik dan nu aan het doen ben, grote oppervlakte, daar is het wel handig in, want je bent net wat sneller. Maar toch ook niet zo snel als dat ik had verwacht. Want je moet natuurlijk zoveel voorbereiden voordat je daadwerkelijk kan gaan dunpleisteren, want je moet die naad opvullen. 1 keer, dan doe je het nog een keertje, want je moet het 2 keer doen vanwege de krimp van de joint filler. Dus je moet de naden al 2 keer opvullen. En daartussen moet een droogtijd zitten. Dus je kan het niet in 1 dag doen. Dus je kan in 1 dag heel veel de eerste keer vullen. En daarna de 2e dag ook weer heel veel de 2e vullen. En dan daarna kan je gaan dunpleisteren. Dus het is iets sneller als normaal stukken. Maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Het is niet mega veel sneller. Ik denk als ik me een beetje druk zou maken, dat met het normale stukken ik redelijk in de buurt zou blijven van waar ik ben met dunpleisteren. Want stuk is natuurlijk, je doet een band en daarna is die gelijk klaar. Je hoeft er helemaal niks meer voor te doen. Je hoeft er niet nog een keer overheen. En dat is met dunpleisteren wel, omdat er elke keer een droogtijd tussen zit. Dus dat is wel jammer. Maar ja, daar leren we natuurlijk weer van. En ik weet ook zeker dat ik dunpleister niet als optie zou kiezen als ik een wat groter plafondetje moet doen wat gemaakt is met gipsplaten of met stukplaten. Blijf ik gewoon normaal stuken, dus lekker gips gebruiken om dat te doen. Want ja, dat werkt gewoon net wat efficiënter. Laten we het daarop houden. Zoals ik al zei in het videootje, ik heb niet alles kunnen laten zien van het proces. En daar baal ik wel een beetje van. Maar ik heb een heel mooi muurtje gevonden in het pand op de eerste etage, waar ik op dit moment bezig ben om hem te gaan dunpleisteren. Ik heb vandaag de naden voor het eerst volgezet. Heb ik allemaal op video vast kunnen leggen. Dus het volgende dunpleisterfilmpje wat ik ga uitbrengen zal alle facetten van het dunpleisteren behandelen. En dat gaan we dan ook bespreken. Dus dit was meer eigenlijk een soort van teasertje, een warmmakertje op het volgende filmpje wat eraan gaat komen. Maar voor nu, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het nou leuk gevonden hebben, zou ik het waarderen als je een duimpje wil geven. En ik zou het uiteraard ook heel erg waarderen als je wil abonneren op mijn kanaal. En dan voor nu, tot de volgende. Hoi hoi.